Voordat we gaan beginnen met deze video wil ik jullie heel eventjes iets laten zien. Want zoals jullie weten doe ik al iets langer dan 6 jaar YouTube. En dat is ook wel echt te zien aan mijn setup. Zo heb je hier bijvoorbeeld mijn bureau. En ik denk wel dat je snapt wat ik bedoel als ik dit laat zien. Dit is een mega scheur. Hier heb je nog een iets kleinere scheur. Maar ook mijn bureau wiebelt echt als een gek. Wat super irritant is als je aan het editen bent. Deze is echt aan vervanging toe. Ook mijn stoelen zijn in verre staat van ontbinding. Hier heb je bijvoorbeeld mijn eerste YouTube stoel. Nou, je ziet deze mega scheur wel. Dit is mijn tweede YouTube stoel. En ja, dat is een beetje een vergelijkbare situatie. Het verbaast me oprecht dat ik hier nog nooit doorheen ben gezakt. Daarom ben ik super blij met deze samenwerking met Flexispot. Ik heb van hun namelijk een dubbele monitorarm gekregen. Een bureaustoel. En een elektrisch zit-sta-bureau. Ik ga het even allemaal in elkaar zetten en dan laat ik jullie zo meteen mijn setup zien. Ik ben klaar met het in elkaar zetten van mijn gloednieuwe setup. Het is intussen al donker buiten, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En de ster van de show is natuurlijk wel het elektrisch zit-sta-bureau. En naar mijn mening maakt dit ook gewoon echt mijn setup. Mijn setup ziet er nu ook veel chiquer uit. Als we hier naar rechts gaan, komen we aan bij het speciale deel van dit bureau. En dat is dit controlepaneel. Hier kan je dus allerlei dingen op instellen. Ook is er ruimte voor 4 profielen om instellingen in te bewaren. Zo kan ik op dit derde knopje drukken hier. En dan gaat mijn bureau automatisch naar sta-hoogte toe. Dit is vooral heel erg handig wanneer je een YouTuber bent. Want als YouTuber zit je natuurlijk heel erg veel. En nu kan je er dus voor kiezen om te staan. Dit bureau heeft trouwens ook een anti-collision functie. En wat dat betekent is als je bijvoorbeeld een plank boven je bureau zou hebben. Ik weet niet waarom. Maar stel, als die er dan tegenaan komt, dan stopt die automatisch. Kortom, ik ben heel erg tevreden met mijn nieuwe setup. Zoek jij een betaalbaar en kwalitatief bureau voor dingen zoals gamen of school? Ga dan eventjes naar Flexispot via de link in de beschrijving. Vandaag ben ik wederom een vis. Smash even op die like als jij wel eens een visstick hebt gegeten. Vandaag gaan wij het laatste level van de piranha spelen. We gaan er maar gewoon meteen induiken. Here we go. Hoor deze muziek. Oh, ja hoor. Ja hoor. This gets the blood pumping. Oké, here we go. Oh crap, we vallen nu al... Wat? We zijn letterlijk een ijsblok. Nou, dat is op zich wel een voordeel. Want we kunnen nu overal heen zonder dat het breekt. Tenminste, het breekt sneller dan een glazen vissenkom. Nou, hier zijn we bij de tandarts. Hoezo lijkt het echt exact op mijn tandarts? Oké, dit lijkt letterlijk op elk ziekenhuis of elk tandarts in elke film, in elk boek. Ik weet niet, letterlijk elk ziekenhuis ziet er zo uit. Nou, daar gaan we. We gaan hier langzaam naar beneden. Ik heb geen idee of dit de bedoeling is. Zo te zien wel. We zijn nu op de grond aan het dweilen. Ik maak nu wel gewoon de grond schoon voor deze... Voor dit ziekenhuis. Nou, we hebben de eerste checkpoint gehaald en we leven nog. Dat is een hele prestatie. Volgens mij hebben we nog geen één scheurtje in ons ijsblok. Oh crap, het blok smelt. Oh crap, we zijn bij de verwarming. Oké, dat is niet handig. Oké, hij smelt nu niet meer. We zijn nu een stuk kleiner. Dat is niet handig. Nou, dan gaan we de ventilatieschacht in. Dit vind ik op zich best wel nice, want ik weet dat ik hier gewoon veilig zit. Nou, weet ik dat niet zo zeker. Oké, dit is een heel sterk blok ijs. Echt een heel sterk blok. Hier, dit is gewoon echt een zieke achtbaan, jongen. We gaan gewoon niet dood. Dat heb ik nog nooit gehad in I Am Fish. Ik heb eindelijk een beloning gekregen. Na al die levels vol pijn, vol lijden, vol torture. En dan word ik hier nu gewoon geprankt. Zie dit. Oké, we zijn zo bijna gesmolten. Dat kan je niet maken. Dan maak je eerst een mega glijbaan. En dan glij je uit, zeg maar. En dan glij je tegen een verwarming aan. Nou weet ik niet echt waar we nu heen moeten. We hebben hier een deur. Het lijkt me niet dat we daar doorheen moeten. Het lijkt mij dat we hier de long way moeten gaan. Want zo werkt het altijd in I Am Fish. Er is nooit een makkelijke weg. Het is altijd een pijnlijke, een extreem pijnlijke weg. Dit is echt een zieke soundtrack, mensen. Nou, gelukkig gaan we weer de ventilatieschacht in. Ik voel me namelijk niet veilig in deze gangen. Sowieso krijg ik altijd een beetje een nare vibe van een ziekenhuis. Ik weet niet. Het voelt altijd gewoon... Ja, zo onnatuurlijk of zo. Ik kan het niet echt uitleggen. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Waarschijnlijk went het ook wel als je vaker in een ziekenhuis bent geweest. Maar ik ben... Misschien nog nooit... Oh nee, ik ben natuurlijk wel 1 keer in een ziekenhuis geweest. Minimaal 1 keer. Maar voor de rest weet ik het niet. Wacht, wat? Dit is letterlijk... Dit weten jullie niet. Dit is letterlijk gewoon het begin van Surgeon Simulator VR. Nou weet ik niet echt waar we nu heen moeten. Ik neem aan dat we hier op de stoel moeten gaan. En dat we dan langzaam naar beneden moeten droppen. Oké, zo... Zo, yes. Oké, we zijn veilig. We zijn veilig. Waar moeten we nu heen? Oh, we moeten hier naar links. Hier links is blijkbaar een checkpoint. En ja, dit zijn allemaal dichte deuren. Oh, pas op. Zeg Tokyo Drift Fish Edition. Oh, hier gaat een jumpscare komen of zo.
Of dan komt die een of andere man door de deur en die gilt dan door de kamer. En die trapt tegen ons aan en die trapt ons tegen de muur en dan breekt ons ijsblok. En dan vliegen we ergens in een fles. Oh ja, kijk, dit is het. Dit is het letterlijk. Oh crap. Wat? Wat moet ik doen? Hij heeft me kapot getrapt. Wat is dit nou weer? But don't worry. Hoezo? I'm a doctor. Dat klonk heel erg kwaadaardig. We zijn dus kapot getrapt. Ik wist niet dat wij letterlijk wanted waren in dit ziekenhuis. Hoe weet het ziekenhuis nou weer dat er hier een vis rondzwemt? Of komt dat omdat ze hem op de camera zien of zo? I usually only operate on Bob's, but I'll try my best. Oh, ik dacht dat hij Bob's butt bedoelde. Waar moeten we heen? Moeten we daar naar binnen? Ja, ik kan niks zien door dit blok. Ja, moeten we in die ventilatie of moeten we hier gewoon rechtdoor? Hij zegt, where are you? Ja, hij gaat daarheen. Dan kunnen wij hier nu veilig heen. Maar zo meteen komt hij terug. Dus gaan we even hier zitten. En dan gaan we even wachten totdat hij terugkomt. Volgens mij werkt het zo. Bob is in need of urgent surgery. Oké, dat is wel grappig. Oké, Bob die wordt dus nu geopereerd. Volgens mij heet de patiënt in Surgeon Simulator ook Bob. I know you're around here. Is it surgery you want? We moeten hier niet heen. We moeten hier niet heen. Ik ben compleet de verkeerde kant op gegaan. Nu ben ik bang. Oké, nee, hij komt niet. Yo, we sliden. We sliden. Ik denk dat we naar rechts moeten. Of is dit ook een troll? Het is daar. Het is daar. Oh, dit is een breadcrumb. Nee, dat boeit me niks. Ik hoef helemaal geen breadcrumb. We moeten weg. Is dit het? Ik hoop het. Ik hoop het. Yes, dit is het. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Oké, dat was helemaal niet zo moeilijk. Ik denk dat die dokter ergens gewoon bleef haken en dat hij vast zat. Volgens mij is het de bedoeling dat hij terug komt lopen. Want anders is het wel een erg makkelijk stuk. Of ik heb het gewoon dik hard gecheesed. Dat zou ook kunnen. Oh, crap. Hij komt nog. Hij komt nog. Oké, we moeten snel gaan. We moeten snel gaan voordat hij komt. Ik hoop niet dat er een soort van Dat heeft hij gehoord. Dat heeft hij gehoord. Kom op. Ga. Dit is zo naar om te doen. Het is zo tedious. Het is zo tedious. Dit is echt verschrikkelijker dan die vissenkom. Dit is echt een verschrikkelijk ding. Ik moet waarschijnlijk gewoon heel lang heen en weer blijven duwen. Ja, kijk, dit is wat ik moet doen. En dan kan ik hem hier wegduwen. Jeetje, Mina. Oh, ja. Dat is het, dat is het. Oké, duw. Ja, perfect. Please, breek niet. Nee. Yes, all good. Oh, helaas kunnen we niet door. Ik dacht, we zijn nu al ontsnapt, joh. We zijn nu al buiten, maar helaas moeten we weer terug het ziekenhuis in. En waarschijnlijk komt die dokter dus nu ook weer. Of dat was een eenmalig iets. Misschien gaat hij nu gewoon Bob opereren. Ja, dit lijkt op een chase sequence. Ik denk dat die man hier zo komt. Oh, crap, ik ga veel te ver. Nee. Oké. Ik ben ook gewoon bang dat hij door een van deze deuren komt. Misschien ben ik iets te panisch, mensen. Dat zou best wel eens kunnen. Ik ben oprecht bang. Dit is niet leuk, mensen. Ik heb deze week al Sons of the Forest gespeeld. Dat was al genoeg voor mij. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Bob loses more blood. Ja, dat zal best wel, maar je bent nu gewoon aan het campen. Come here. We hadden eerder moeten gaan. Nee, deze dokter is flipping blind. Au. Laat maar. Toch niet. Misschien kunnen we in één keer door. Want hij komt hier net voor ons. Als we dan hier helemaal recht doorgaan. Hij komt daar. Ja, volgens mij komt hij automatisch een beetje hier naartoe. Hij is een beetje een magneet, weet je wel. Oké, maar ik denk dat we hierheen moeten. Oh nee, hij is helemaal daar. Ja, hij komt hier nu wel langzaam heen. Maar we hebben echt meer dan genoeg tijd. Oké, dus we gaan hier even naar binnen. Yes. Oh, deze lang. Hij is daar. Hij is daar. Dat vind ik echt niet leuk. Don't you want surgery? Hij kan ook hier naar binnen komen. Oké. Je ziet mij niet. Het is moeilijk. Oké, we nemen hier de omweg, want we weten dat de checkpoint hier rechts zit. Ik ben er tegen een flipping speedrunnen, mensen. Kijk dit dan. Dit is de speedrun van de eeuw. Hij zit direct achter me. Yes. Mensen, ik heb een flipping gespeedrun. Zie dit dan. Yo, any percent? Easy. Oké, we zijn nu bij de balie. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Waarschijnlijk komt hij hierheen of hij is gedespawned. Ik hoop dat hij is gedespawned. Ik word gek van Nigel. Oh, crap. Ik smelt hier door de zon. Oh, crap. Hij is er nog. Nou, daar is hij hoor, met zijn mondkapje. En zijn gebroken arm. Het lijkt me best wel moeilijk om iemand te opereren met een gebroken arm. Nee, ik wil ook zeker geen operatie, meneer. Je weet wel dat vissen, zeg maar, onder water moeten leven, hè?
Het is wel raar dat ik smelt bij een verwarming, maar niet smelt bij deze brandende zon. Ik zweer, als hij nu hierheen komt... Ja, hij komt hierheen. Ga toch eens even een partij weg. Daar is zo'n breadcrumb net bij de verwarming. Dat is zo naar. Dat gaan we even lekker niet doen. 3, 2, 1, bam. Nee! Dat meen je niet. Nee! Je gaat dus zo. Dan ga je wat langzamer. Ja, hij komt hierheen. Nee. Dat vind ik echt oprecht niet leuk. Oké, hier moeten we niet heel erg snel gaan. We moeten hier in de vent. Yes, doei Nigel. Oh, dit is echt de speedrun van de eeuw. Nou, hier gaan we, hoppa. We blijven langs de zijkanten gaan. Dan breken we minder snel. Hoppa, er is lag. Dus dat betekent de checkpoint. 3, 2, 1. Oké, okay. Oh. Wat? Wat gebeurt er? Mijn blokje is gewoon doormidden gebroken. Hé, hey, dat is wel satisfying, toch? Ja, dat vindt mijn piranha vriend ook. Serieus. Oké, okay, gelukkig. Ik heb de checkpoint. Nou, daar zijn we dan. In de wasbak, in de operatiekamer. En dit geeft me wel een beetje Finding Nemo of Dory vibes. Ik weet niet welke het is. Zo te zien, moeten wij hier zo'n IV pakken of zo'n bloedzakje. Ik weet niet echt hoe dit heet. En ik weet ook niet waarom het zo lekt. En ik weet nog steeds niet hoe je moet springen in dit spel. Oké, okay, yes, we hebben hem gepakt. We zitten in de wasbak. Oh ja, dit is perfect. Hier, we vullen letterlijk de wasbak met bloed. Oké, okay, zo te zien moeten we dan nu hier iets van pakken. Het lijkt me niet heel erg handig om als... Oh, nee. Gaat het, alsjeblieft. Dat was zo dom. Ik spartelde echt gewoon 10 seconden gewoon om die wasbak. Oké, okay, ik ben nog steeds dus heel erg slecht in het in de Vis Olympics. Oh, mensen, ik heb het. Ik heb hem. Eindelijk, dat duurde flipping 5 minuten. Gelukkig hebben jullie dat niet te hoeven zien. Oh, crap, we gaan dood. Oké, okay, we leven. We leven hier. Ik deed gewoon even mijn hoofd in de grond. Oh mensen, kijk dit. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat ik het komende half uur naar dit zakje moet gaan grijpen. Maar nee, gelukkig hoeft dat niet. Hier zijn gewoon kastjes volgens mij die we kunnen openmaken. Nou, tenminste, het lijkt erop. Misschien is het niet zo. Jawel, het is wel... Oh, gelukkig. Dankjewel, game. Dan moeten we hier niet doodgaan, want anders moet ik alles weer opnieuw doen. Ja, schuif het eruit. Perfect, perfect. Ja, stop met grijpen alsjeblieft. Jeetje, Mina. Je bent wel erg trigger happy, man, met je grijpability. Oké, hoe scheuren we deze nu open? Oh, kijk, ja. Yes. Yes, perfect. Dit is het bloed van al mijn victims. Van al mijn slachtoffers. Die ik heb afgeslacht als piranha zijnde. Kijk dit, hoppa. Al die zakjes. Oh, dit is zo satisfying, mensen. Oprecht. Het bloed ziet er heel erg nice uit. Het spijt me dus waarschijnlijk jullie ergste nachtmerrie dat je wakker wordt en dat je kamer onder het bloed zit. Gewoon onder water staat met bloed. Oprecht. Ik ben geen seriemoordenaar. Oké, okay, deze. Ik ben echt benieuwd hoe vol de kamer nu is. Oké, okay, dit. Je kan bijna het aanrecht niet meer zien. Hier, 3, 2. Oh nee, het kan helemaal niet hoger. Helaas, we hebben even kunnen genieten van ons bloedbad. Maar nu moeten we hem helaas toch wel achterlaten. Tenzij nu ook ineens deze kamer helemaal onder het bloed staat. Oké, okay, deurklink. Oh nee, het is in één keer weg. Oh, crap. Oh, er is nog een heel dun laagje. Oké, okay, dat is nice. Dat is nice. Ik hoor emotionele muziek. Oké, okay, er is zo'n mannetje die hierheen wijst. Ik weet niet waarom ik dit vertrouw. Want het is waarschijnlijk gewoon dikke cap. We kunnen daadwerkelijk zwemmen. En dat is zelden in I Am Fish. En vaak duurt het ook maar kort. Vaak is het van korte duur dat je kan zwemmen. Dus we moeten er even van genieten natuurlijk. Nou, zo te zien moeten we hierheen. En waarschijnlijk worden we dan omgestoten door iemand. En dan vallen we ergens weer in een vissenkom. Oké, hier hebben we een valve. Ik heb geen idee wat dit doet. Ik denk dat we het maar gewoon gaan proberen, I guess. Ja, we kunnen echt 3 verschillende kanten op. Maar volgens mij kan ik hier nu net niet bij. Nee, het moet hoger staan. Jeetje, Mina, mensen, wat een ingewikkeld spel. Want dit kunnen we volgens mij ook net niet pakken. Serieus? Zo, dit is ook echt een gek koord. Is... Wow, hoorde ik. Yes, dit kunnen we wel pakken. Bloed. Geen bloed. Ik ben nog nooit zo hype geweest om bloed te zien, maar oprecht. Bloed helpt mij in dit geval. Ja, ik weet niet echt waar we heen moeten. Het is extreem onduidelijk. Oh, hier staat exit. Oh, domaine fadu. Oh, zo te zien moeten we op die knop drukken. Oh, oké, okay. We moeten dus water omhoog krijgen. Okay, moeten we hier gewoon aan blijven trekken of zo? Ja, oké, okay, dat moest dus. Oh, en hier zit ook bloed in. Oké, okay, dat is een beetje sus. Dat je een hele bloedtank hier achterin hebt staan. Ik weet niet echt of dat mag. Ik denk dat hier andere praktijken gaande zijn dan gewoon Bob opereren. Dat is gewoon al het bloed van Bob. Gewoon door de jaren heen. Nou, daar zijn we. We hebben de knop gedrukt. We gaan in de lift. Oh, is dit het al? Oh, nee. Oh, nee. Of course not.
Of wat? Wat is dit? En dat is die gas waar we in zijn buik zaten de vorige keer. Wat is dit? Dit slaat helemaal nergens op. Ik heb gewoon een stuk bloed meegenomen in de lift. En ineens is er gewoon een stroming. We worden het ziekenhuis uitgelanceerd en... Really? Dit is Iron Fish in een notendop. Oké, nou, hier hebben we weer... Oh, wat? Wat was dat, hè? Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik trok gewoon aan iets en ineens zitten we in een pipe. Kijk maar viben dan. Mijn vis is echt aan het viben. Oké, hey, daar zijn we. In de oceaan, 3 sterren. Nou, dat vind ik prima. Jumping all the way achievement. Smash eventjes op die like als je deze video van Iron Fish super awesome vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.